Dat zijn over het algemeen vrij korte teksten hoor, maar je kan ook met korte teksten ook veel zeggen natuurlijk. Dat is de kunst. En die kunst is terug te lezen in dit boek, Sleutelaar worden. Een verzameling van het werk van de bekende Rotterdamse dichter Hans Sleutelaar, die ondanks de nodige verhuizingen in het verleden rustig blijft doorschrijven. En ondanks alles is hij blij om weer terug te zijn in Rotterdam, de stad waar het voor hem allemaal ooit begon. Amsterdam gewoond, dus vanaf mijn 30ste, 32ste. En daarna zijn mijn vrouw en ik in Frankrijk beland. Daar heb ik ook een jaar of 20 gezeten en tenslotte een jaar of 4 in Thailand. Maar ja, dat heeft niet zo mogen zijn. Mijn vrouw werd ziek en ik moest terug. Maar ik ben blij dat ik hier terug, overigens terug, is niet contrakeur hoor, nee. Ik ben blij dat ik hier zit. Veel vrienden, veel vriendschap en aardigheid ontmoet, nee. Dit is een foto van de redactie van de Haagse Post, medewerkers. Op de avond, op de dag dat ik daar vertrok, na 10 jaar. Mijn zoon, mijn zoontje. Mijn dochtertje. Ja, dat zijn ook al voor een groot deel natuurlijk vrienden geworden. En, de sfeer is gezellig, zie je wel. Hè? En veel van zijn vrienden en kennissen komen vandaag langs bij de boekpresentatie aan de Oude Binnenweg. Met eronder ook Wilfried de Jong en de samensteller van zijn boek, Erik Brus. En Hans, die verwacht een hoop gezelligheid. En dat is wel gezellig. Die is vol. Ja. En je ziet natuurlijk allemaal mensen die je bij dat soort gelegenheden ziet, maar dat is een klein feestje, hè? Ja. Hallo. Hoera! Hallo. Hallo. Hi Hans. Hallo. Is het wel vol? Nee, het valt mee, hè? Wat zeg je? Is het wel vol? Nee, het valt nog mee, maar het loopt al wel vol, hoor. Het begint al wel... Nou, het ziet er goed uit, hè? Goeie foto. Ja. Ik heb hem een aantal keer ontmoet. En daar komt ook denk ik het aanbod vandaan van hem dat ik hier mocht speechen. Waar ik echt zeer mee vereerd was. Omdat ik hem wel iemand vind die zijn woorden goed weegt op papier. En dat is wel een hoop waard in deze tijd. Dat was een van onze grote voorbeelden toen wij in de jaren 90 begonnen met een klein clubje. Ja, in Rotterdam heb je niet zo heel veel qua literaire cultuur. Maar er zijn natuurlijk wel er zijn voorbeelden. En, ik kom heel gauw op Vaandrager en Sleutelaar terecht. En dat vonden we toen al zeer inspirerende voorbeelden voor ons. En ja, dat is eigenlijk nog steeds zo. Sowieso af en toe volgde ik zijn werk wel. En zeg maar in de categorie van Vaandrager, Sleutelaar, Armando, noem maar op. Is het wel een grote naam in de stad en is het wel iemand met een hele eigen toon. En daar hou ik heel erg van. En met Wilfried de Jong geldt dat ook voor nog vele anderen. Want de boekenwinkel staat bomvol. En zelfs de inmiddels 80-jarige Sleutelaar is daar flink van onder de indruk. Ik sta ervan te kijken. Ik sta paf. Dat had ik niet verwacht. Ik kan me in mijn leven niet, kan niet terugkijken op grote publieke belangstelling. Heb ik ook nooit gezocht hoor. Maar omdat dit op dit moment zo te ervaren, ja, dat is, krijg ik wel een kick van.